Beste vrienden, Paramaribo, groet u, Grand Brasa, Bigiris Pekki. En ik deel u gelijk mee dat we zeggen, ik knetter met mijn neus direct in de in uw woonkamer, voorkamer en zijkamer. En waar u zich ook mag bevinden met uw mobieltje. We hebben 1 minuut geleden het bericht gekregen van de SLM, Sosolas Moni, onze nationale carrier, dat de vlucht PI 422 wegens financiële problemen haar huurplicht, om het maar zo te noemen, niet heeft kunnen voldoen. En de verhuurder van het toestel B, Boeing 737-700, die heeft nu de SLM verboden om nog langer gebruik te maken van het vliegtuig. De zaak is dus schandelijk, maar en pijnlijk. Wat ik u vertel is wat nu net in mijn handen komt. Er waren 85 passagiers die naar Suriname zouden moeten worden getransporteerd, gebracht. En die worden nu overgeboekt op andere maatschappijen die die vlucht zullen uitvoeren. Het is een hele spijtige, lastige, vervelende situatie, maar het is niet anders. Nogmaals, wat eerder gezegd was, privatiseer die SLM. Dit kost ons veel geld en gaat straks nog meer geld kosten. Die nieuwe directeur van de SLM had $2 miljoen per maand gevraagd om een aantal dingen te doen. En dit kan het gevolg zijn dat hij het niet heeft gekregen. Dat dus de carrière nu wordt weggesleept. Maar het kan ook zijn dat dat als drukmiddel gebruikt wordt om het dus wel te krijgen. Maar, beste vrienden, volgens mij hebben we geen geld. Ik laat het even hierbij, want ik weet niet genoeg om verder te gaan met u. Paramaribo groet u. Paramaribo's. Tot later. Blijf denken. Steeds scherper. En blijf ook lachen.